Hele goedemorgen ook, ook namens mij. Fijn om hier weer te zijn en om u weer te zien. Ook nog hartelijk dank voor de kaarten die ik mocht ontvangen na mijn episode met galstenen rond de paasdagen. Inmiddels is de galblaas weer vrij rustig. Dinsdag mag ik nog voor een scan naar het ziekenhuis. Maar het lijkt erop dat alles weer redelijk in orde is. In ieder geval bedankt voor jullie gebeden, bedankt ook voor de kaarten. Ook van een aantal kringen heb ik een paar mooie kaarten met een mooie boodschap ontvangen. En daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. Goed, dat gezegd hebbende gaan we vandaag verder met onze prekenserie in het Bijbelboek Petrus. En inmiddels zijn we alweer bij de vijfde boodschap vanuit het Bijbelboek gekomen. En de mensen die wat praktischer ingesteld zijn en die bij zichzelf zeggen van joh, zeg me gewoon wat ik moet doen. Die kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen. Omdat de Heilige Geest in de gebiedende wijs ook door Petrus tot ons zal gaan spreken. In de eerste 12 versen heeft Petrus namelijk met name ons denken aangesproken. Petrus heeft ons verteld wat een voorrecht het is om in deze wereld, die niet ons thuis is, een uitverkoren vreemdeling te zijn. Om een ambassadeur te zijn van de Allerhoogste Koning. Een richtingaanwijzer te zijn in een land waar we niet compleet thuis zijn. Petrus heeft ons bemoedigd met het feit dat God ons zal bewaken en ons zal bewaren tot de finish. En dat er bij die finish straks een zekere erfenis voor ons klaar ligt om wat Jezus heeft gedaan. Petrus heeft ons ook toevertrouwd dat wij in ons leven vele verzoekingen zullen tegenkomen. Die soms of met regelmaat ook tot een stuk droefheid zullen leiden in ons leven. Maar die ons ook altijd mooier maken dan dat we daarvoor waren. Het puurste goud ligt soms in de vieste turf verborgen. En tot slot heeft Petrus ons meegenomen op een reis door de tijd in de vierde prediking. De oudtestamentische profeten, zij speurden en onderzochten en de engelen waren begeerig om zich te verdiepen. Maar wij, deze generatie, wij zijn de bevoorrechte mensen. Aan ons is het evangelie in al zijn volheid verkondigd. En wij mochten in Christus zien dat lijden en verheerlijking altijd al de twee ingrediënten van Gods heilplan zijn geweest. Tot zover de samenvatting van de eerste vier preken. En je hoort de ontvangers van deze brief, de ontvangers in het oude Turkije, bijna in gesprek gaan met Petrus. En tegen hem zeggen van Petrus, dank je wel voor deze bemoediging. En dank je wel ook voor de waarschuwing dat er lijden zal komen. Want een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Maar Petrus, hoe moeten wij nu heel praktisch leven in het licht van deze waarheden? Wat vraagt God van ons vandaag om te doen? Nou, dan komen we aan bij de tekst voor vandaag. En in de tekst van vandaag spreekt de Heilige Geest door Petrus ons op de gebiedende wijs toe. En ik wil hem ontzettend graag met u lezen en er een aantal gedachten aan onttrekken. Ik lees met jullie de verzen 13 tot en met 16 van het eerste hoofdstuk van de Petrusbrief. Even kijken of ik die ervoor kan zetten hier. Yes. Daar staat het volgende in de Herziene Statenvertaling. Omgord daarom, op basis van al het voorgaande, de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen, niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Het eerste waar de apostel Petrus ons toe oproept is om de lendenen van ons verstand te omgorden. Nou, lieve mensen, als je dat leest, dan denk ik dat de meesten van ons niet meteen begrijpen wat daarmee nu bedoeld wordt. Ik denk nooit dat jouw ouders tegen jou vroeger hebben gezegd van: hey joh, omgord de lendenen van je verstand eens even. Zoiets hebben we waarschijnlijk nog nooit gehoord. En daarom probeer ik het u uit te leggen vanuit de context van destijds.
Petrus schrijft hier namelijk terug op de kleding in die specifieke tijd. Men droeg, zowel mannen als vrouwen, een bovenkleed met als bedoeling om extra warmte te geven in de kou, of juist overdag extra bescherming te geven tegen de zon. En dat bovenkleed dat vormde geen probleem bij het wandelen of bij matige beweging, maar wel wanneer er hard gewerkt moest worden of men in de startblokken moest staan vanwege bijvoorbeeld een dreigend onheil, dreigende vervolging. De praktijk was dan dat op dat moment dat bovenkleed als het ware opgerold moest worden en onder de riem gestoken moest worden. Zodat het niet langer in de weg zat als je snel moest bewegen, als je snel moest handelen. In het Oude Testament in Exodus 12 vers 11 staat over het Pascha geschreven: en zo moet u het eten, uw middel omgord, teruggrijpende dus op dat voorschrift, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het met haast eten, want het is Pascha voor de Heer. Wat Petrus hier zegt, is dat de christen het gezonde onderwijs van die eerste 12 versen heel goed moet overdenken en het zich eigen moet maken. Hij moet daarnaast alle ongezonde afleiding, alle leugen, alle halve waarheden, alles wat in zijn denken hinderlijk aanwezig is, als het ware spreekwoordelijk opknopen en dat onder zijn riem steken, zodat die zaken hem niet langer in de weg zitten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De apostel Petrus geeft hier dus niet een kledingvoorschrift, maar hij roept jou en mij op om vernieuwd te worden in ons denken, zodat we goed voorbereid zijn in bijvoorbeeld een geestelijke strijd. Of wanneer er vervolging uitbreekt. Want dat is de context van deze brief. Er stond op het punt om vervolging uit te breken. Niet alleen in Rome, maar ook hier. Of misschien wanneer God tot je spreekt om een volgende stap in je leven te zetten. Dan moet je dat bovenkleed van onvernieuwd denken als het ware oprollen en opknopen en juist leren denken. Voor ieder die, net als mij, ongeveer 40 is, zal dit een bekend beeld zijn. Het oud-Hollandse spel zaklopen. Geen idee of het nu nog gebeurt op scholen of op sportdagen. Maar het is iets wat wij tot uit en treuren hebben beoefend. Als er weer eens feestweek was in Twijsderheide. Of we met groep 8 leuke dingen deden. Dan hoorde dit er altijd bij. Koekhappen, zaklopen en zo zijn er nog heel veel meer spelletjes. Leuk spel ook. Geinig spel. Vooral als er iemand valt. Of wanneer je als eerste over de finish hobbelt, zou je kunnen zeggen. Maar feit is dat je met zaklopen ontzettend moeilijk vooruitkomt. Wanneer je denken blijft vullen met leugens, met onwaarheden en ongezonde patronen, dan ben je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, met Petrus, ben je geestelijk aan het zaklopen. Dat is wat Petrus zegt. Maar wat moet je dan denken? En waar moet je dan aan denken? Wat moet je dan afleggen? Nou, Petrus roept ons niet, zoals vele coaches en psychologen dat doen, hij roept ons niet op tot positief denken. Dat is niet wat Petrus zegt. Maar joh, ga nu gewoon positief denken en dan komt het allemaal maar goed. Nee, hij roept ons op om bijbels te gaan nadenken. Bijbels te gaan nadenken over onszelf en bijbels te gaan nadenken over wie God is. Dat is ook waarom we hier in deze gemeente ook 2 studies geven. Zie uw God. Opnieuw bijbels leren nadenken over wie we zelf zijn, maar met name over wie God zijn. Omdat wij zelf vaak onze eigen ergste vijand zijn. Hierboven in het hamsterwiel gebeurt van alles. Er lopen die verrekte hamsters rond. Negatieve gedachten, negatieve patronen, leugens die we onszelf hebben aangepraat eigenlijk. En we komen er zo lastig vanaf. Diepliggende overtuigingen van het is nooit wat met mij. Het is niks en het zal ook nooit iets worden. Die dieperliggende overtuigingen winnen het nog te vaak van de Bijbelse gedachte dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan ik kan bidden en beseffen naar de kracht die in mij is. Dat is wat de Bijbel zegt. Niet van het is nooit wat geweest, het zal nooit wat worden. Andersom kan het ook. De sluimerende mythe van ik kan alles als ik het echt graag wil en mij er volledig voor inzet.
Die mythe overstijgt nog vaak het Bijbelse realisme van Christus die tegen ons zegt van Kees, jongen, zonder mij kun je echt niks doen. Broers en zussen, ik zou u willen oproepen vandaag om uit die zak te komen. Niet kom van de dak af, maar kom van die zak af, zou ik bijna willen zeggen. Wij moeten opnieuw leren om juist te gaan denken. Om juist te gaan denken vanuit boven, in plaats van te handelen vanuit gevoel van beneden. En alsof dit alles nog niet genoeg is, doet Petrus er nog een schepje bovenop. Door tegen ons te zeggen dat we naast het diep indrinken van Gods waarheid ook nuchter moeten zijn. Wees nuchter, dat is wat Petrus zegt. We weten allemaal wel het tegenovergestelde van nuchter. En dat is dronken. Ik moet u bekennen, ik ben in mijn leven een aantal keren stomdronken geweest. Dat was nog voor mijn bekering, dat is vast goed voor u om te weten en om te horen. Maar het was echt stomdronken, tot 2 maal toe. Ik weet er ook helemaal niks meer van. Er zijn een aantal mensen die weten dat nog in geuren en in kleuren te vertellen, hoe dat eruit zag, maar die hebben inmiddels een zwijgplicht opgelegd gekregen. Maar wat ik nog wel weet toen ik dronken was, is dat je daar bijna niks meer weet. Ik moest van andere mensen horen hoe ik mij die avond had misdragen en wat er allemaal was gebeurd. Ik wist er helemaal niks meer van. Als je dronken bent, dan kun je niet helder meer nadenken. En dan is het ook heel lastig om op een goede manier te wandelen. Want daar heeft Petrus het over. We moeten heilig zijn in heel onze levenswandel. Nou, zoals het Petrus bij het eerste punt niet ging om ons kledingvoorschriften te geven, zo is het hem ook hier niet om te doen om ons van de drank af te houden. Daar zijn wel genoeg andere Bijbelteksten voor. Nee, Petrus wil dat wij geestelijk nuchter zijn. Geestelijk helder en doordacht. Door de Bijbel geïnspireerd in ons denken. Omdat vanuit juist denken meestal ook juist handelen volgt. Als je namelijk niet juist over een bepaalde manier denkt, dan is de kans ook veel groter dat je ook op de verkeerde manier zal handelen. Daarom vind je in al die brieven van Paulus ook bijvoorbeeld, in de eerste hoofdstukken altijd dat ons denken wordt aangesproken. En pas dan komt daar dat woordje, daarom, ook hier weer, omgord, daarom, of in het Engels therefore, op basis van alles wat ik nu tot jullie heb gesproken, tot jullie denken, zouden jullie op deze manier moeten handelen. Goed. Nuchter zijn. Nuchter zijn. Ik wil jullie dat met een voorbeeld schetsen. Wat dat in de Bijbelse zin betekent. Ik denk dat het ongeveer een half jaar terug was toen ik een huldiging voorbij zag komen op tv. Volgens mij was het van een Canadese basketbalploeg of een ijshockeyclub, dat ben ik vergeten. Maar wat ik zag was dat tienduizenden mensen zich verzameld hadden ergens op een plein in Toronto. En opeens brak er paniek uit, omdat men dacht dat er geschoten werd. In werkelijkheid bleek dat er een autoband klapte. En men dacht dat dat een schot was, maar dat was dus niet zo. Maar er brak paniek uit onder de mensen en iedereen begon te rennen als een, je zou kunnen zeggen, als een dronken kip zonder kop. Allemaal door elkaar. Het was allemaal chaos. Mensen spurten in de verschillende straten, overliepen elkaar met gewonden tot gevolg. Chaos, overal. In die hele menigte waren er slechts een paar die kalm bleven. Zij gingen bovenop een paar auto's staan, op de verschillende hoeken van het plein en torenden op die manier ook boven de rest uit en konden zien wat er gebeurde. En op basis daarvan gingen zij ook handelen. Nou, dat, lieve broers en zussen, is wat de Heilige Geest door Petrus ook van jou en van mij vraagt. Rust, kalmte, nuchterheid, overzicht, denken, goed nadenken, voordat je gaat handelen in geestelijke zaken. Een gebrek aan dit soort nuchterheid kan zich op 2 manieren uiten. Ten eerste kun je bedwelmd raken door weer een nieuwe rage binnenin het christendom, binnen het geloof dat we met elkaar belijden. Dat kan een nieuwe spreker zijn, een nieuwe genezer, een nieuwe profeet die een heel imperium rond zichzelf bouwt. Je raakt beneveld en verbaasd over deze nieuwe leer, de beweerde wonderen en tekenen en de hele entourage rond deze persoon.
En op een gegeven moment laat je je zo meesleuren dat Christus zelf langzaam uit het epicentrum van je denken verdwijnt. En deze nieuwe leer en deze nieuwe persoon daarvoor in de plaats komt. Ik ben nu ongeveer 20 jaar christen. En er zijn in die 20 jaar al zoveel nieuwe leerstellingen, zoveel stokpaardjes en hun berijders voorbijgekomen. En de meeste ook weer gegaan trouwens. Dat ik met eigen ogen heb gezien waarom de Heilige Geest door Petrus ons oproept om nuchter te blijven en niet met elke nieuwe wind ook mee te lopen. Ten tweede kun je als christen betoverd worden door gebeurtenissen buiten de kerk. Ik was 3 weken terug op een bijeenkomst met voorgangers. 1 keer in 3 maanden zie ik zo'n 15 voorgangers uit het hele land komen we bij elkaar. En we bespraken met elkaar wat we zien gebeuren in evangelische en in baptistenkerken breed in Nederland. Een van die voorgangers, iemand met veel meer gewicht en autoriteit dan ik heb in het land. Ook een echte senior als het gaat om het voorgangerschap. Een hele bekende baptist. Die nam toen het woord en hij zei, broeders, hij zei, het lijkt wel alsof er een betovering ligt over vele kerken in Nederland. Baptistenkerken en evangelische kerken. In zo'n rap tempo beginnen ze allemaal met de tijdsgeest mee te waaien. En hij noemde ons een 7-8 voorbeelden uit de praktijk. Uit de eerste hand ga ik uiteraard hier niet delen. Maar wij herkenden wat hij zei. 2 maanden terug sprak ik hier een dominee bij mij hier op kantoor. Een dominee inmiddels met pensioen vanuit de PKN. En hij zei van, Kees, hij zei, ik benijd jullie dominees, jullie voorgangers, jullie oudstraden, jullie leiders in de kerk. Ik benijd jullie niet. Hij zei, waar er vroeger nog heel veel eensgezindheid was rond heel veel zaken, lijkt nu in onze tijd alles ter discussie te staan, altijd en overal. Petrus roept ons op. Omgord de lendenen van je verstand. Laat niks je in de weg staan, zodat je snel kunt handelen. En wees nuchter. Laat je niet bedwelmen, niet benevelen, niet betoveren, niet bewieroken. Van binnenuit of van buitenaf. Laat je niet in vervoering brengen, linksom of rechtsom. Want als je aan het zaklopen bent, en zeker als je dat ook nog dronken doet, dan zorgt dat voor ontzettend veel vertraging. En misschien zorgt dat er zelfs voor dat je de eindstreep niet zult behalen. Goed, tot zover die eerste 2 punten. En dan kom ik bij het 3e punt. Zo zal ook mijn laatste punt zijn. Petrus snijdt in de versen 15 en 16 een heel groot stuk taart aan. En dat stuk taart, dat krijgen wij vandaag niet op. Maar we gaan wel proberen om vanochtend een aantal happen te nemen. Dit is wat Petrus zegt. Hij zegt, word als gehoorzame kinderen. Niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. De logica in dit vers, als je een beetje begrijpend kunt lezen, is heel snel ontdekt. Kinderen erven blijkbaar bepaalde karaktertrekken van hun ouders. Bij ons thuis zie ik dat ook. De een is wat meer op zichzelf gericht, gefocust, gericht op taken. En het andere kind is weer heel gevoelig, zacht en veel meer gericht op mensen. Nou, ik laat u zelf maar raden wie op Wieteke lijkt en wie op mij, maar ik denk dat je daar geen profetische gaven voor nodig hebt. De Heilige Geest vraagt ons door Petrus heen om als gehoorzame kinderen door het leven te gaan. Daarin moeten wij dus afscheid nemen van de ongehoorzaamheid die ons leven kenmerkte voor wij Christus leerden kennen. Petrus schetst ons in versen 15 en 16 ons leven, ons hele leven eigenlijk in 2 tijdsblokken. We zijn begonnen, allemaal, zoals we hier zitten, zoals ik hier sta, in een tijd van onwetendheid. Dat is het tijdsblok voor onze bekering, toen wij nog niet wisten, want dat is wat onwetendheid betekent. Deze tijd werd gekenmerkt door zelfzucht,
zelfontplooiing, zelfredzaamheid, zelfverheerlijking, zelfverwerkelijking. Of zoals een peuter van 3 jaar het nog het beste zegt, zelf doen, zelf doen. Of zoals de Engelsen zeggen, me, myself and I. Of zoals we vroeger ten tijde van het zaklopen zeiden met elkaar, ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, yes. Die tijd, zegt Petrus, die tijd van onze onwetendheid is tot een definitief einde gekomen. Toen Christus ons in ons nekvel pakte en we onderweg gingen met hem. We ontdekten dat voordat wij hem lief hadden, hij ons al had lief gehad. En dat hij dat in het bijzonder had laten zien aan het kruis. Wij vertrouwden op dat moment aan hem de heerschappij van ons leven toe. En hebben sindsdien gemerkt dat hij het scharnierpunt in ons leven is. Er is een duidelijk voor en na. Eerst was het de tijd van onwetendheid. En nu mogen wij weten. En voor de een is dat plots klaps geweest. En voor de ander veel meer een gestare route naar de overgave toe. Vanaf dat moment, zegt Petrus, is het belangrijk om in je dagelijks leven gehoorzaam te zijn. En daarmee te laten zien dat jij als appel niet ver van de godsboom valt. Jij en ik zijn geroepen om heilig te zijn. En wat is dat nu, heilig zijn? Heilig betekent gescheiden of afgezonderd zijn. Apart gezet van iets anders. Vanochtend werd ik wakker en nam ik een kop thee en ik zag in de koelkast de aardbeien staan. Nou, die vind ik heerlijk. Velen met mij waarschijnlijk ook. En wat ik deed, ik ging daar afzonderen. Ik ging ze eerst wassen en daarna haalde ik het kroontje van de aardbei. Het kroontje ging naar rechts en de aardbeien ging naar links. Het kroontje ging in de prullenbak en de aardbei die ging naar binnen. Dat is eigenlijk wat heilig zijn, afgezonderd zijn, afgesneden zijn betekent. Er is een duidelijke scheiding. Als we zeggen dat God heilig is, want daar begint het mee, wees heilig, want ik ben heilig. Als we zeggen dat God heilig is, dan betekent dit dat hij gescheiden is en afgezonderd is van de mensen. Ik hoorde eens een prediker tegen zijn gehoor zeggen, een vraag stellen. En hij zei, wie lijkt meer op God? De worm in je tuin of de aartsengel rond zijn troon? Je zag de mensen denken, zou het een strikvraag zijn? Durf ik mijn hand op te steken bij de aartsengel of bij de worm of zou hij iets anders bedoelen? Maar in ieder geval, de gave van handopsteken was in die gemeente aanwezig. En bijna iedereen stak zijn hand op bij de aartsengel. En niemand natuurlijk bij de worm. En de prediker gaf antwoord. Hij zei, het antwoord is geen van beide. Omdat God zo oneindig veel groter, mooier, puurder is dan welk geschapen object dan ook. Of dat nu een worm is in de tuin of een aartsengel voor zijn troon. Hij is met niets of niemand te vergelijken. Als de grote profeet Jesaja een blik in de hemel mag werpen, dan ziet hij daar engelen die geschapen zijn met 3 paar vleugelen. En 1 paar vleugelen is specifiek aan hen toebedeeld, zodat ze constant hun ogen kunnen bedekken voor de troon van God. Dat zou ons al iets moeten zeggen. Hoe heilig en hoe groot en hoe machtig God is. Als een andere profeet Mozes vraagt om Gods aangezicht te zien, dan moet hij zich verstoppen tussen de rotsen en moet hij wachten tot God voorbij komt. Slechts 1 glimp van God was genoeg voor Mozes om zelf compleet te gaan stralen. En hij komt van die berg af en de mensen zeggen van, joh, Mozes, je straalt. God is compleet anders. Hij overstijgt zelfs onze grootste verwachtingen. Dat God compleet gescheiden en afgezonderd is van ons als mensen, betekent niet dat hij zich niet met ons bemoeit. Sterker nog, lieve mensen, en u ervaart dat aan de lijf als het goed is. In zijn heilige liefde heeft hij ook ons afgezonderd. Al voor de grondlegging van deze wereld, om van hem te zijn. Ook wij zijn heilig. Omdat wij Christus hebben toevertrouwd in ons hart, omdat we door hem zijn uitgekozen om heilig te zijn. En hij heeft ons uitgekozen en dat betekent dat we van hem zijn. En alles wat van hem is,
Ook wij, als wij tot bekering zijn gekomen, is voor hem afgezonderd en daardoor ook heilig. En dan de vervolgstap. Als heiligen zijn wij afgezonderd voor God en wij behoren ook zo te leven. In heel uw levenswandel. Heel veel praktischer kan het niet zijn. Er is een tijd geweest dat men dacht dat dit automatisch zou moeten betekenen voor christenen dat zij compleet afgezonderd van de wereld moesten leven. Want heilig zijn betekent afgezonderd zijn. En dus dat zou dus moeten betekenen dat wij helemaal niet meer in die wereld mogen zijn. Wat je toen kreeg was mensen zoals Simon de Stylit. Ik weet niet of u wel eens van Simon heeft gehoord, maar Simon de Stylit bracht het voor elkaar om 30 jaar lang op een paal te zitten. Helemaal alleen. Wees heilig, want ik ben heilig. God is afgezonderd, dus ik moet mij ook afzonderen. Dat was Simons conclusie. Het was ook de tijd waarin de kloosterordes startten. En dat vele mensen zich terugtrokken in een klooster, om op die manier ook afgezonderd te zijn van de wereld. Maar broers en zusters, als wij even denken aan ons voorbeeld, wat Afke zo net ook noemde, Christus als ons voorbeeld, dan zien wij daar in zijn persoon onze God volop aanwezig in deze wereld. Volop aanwezig in deze wereld. Maar wel geheel anders dan die wereld. En dat is waar we naartoe moeten. Ik stel niet voor dat we hier 300 palen in de weilanden hier zetten en dat we er allemaal op gaan zitten voor 30 jaar. Nee, wij zijn gemaakt en geschapen om in deze wereld te leven. Maar wel geheel anders. Afgezonderd. Op een andere manier denken en op een andere manier handelen. Omdat hij heilig is. En wij in hem ook. Packer zegt in zijn boek A Passion for Holiness, een passie voor heiligheid, dat heiligheid ten diepste is het leven leven zoals de schepper het bedoeld heeft. Het leven leven in al zijn facetten hoe de schepper het bedoeld heeft. En broers en zussen, hoewel wij heilig zijn vanaf onze bekering, dat zijn wij. Dat is onze positie. Duurt het soms nog akelig lang voor wij progressie maken op al die gebieden van ons leven. Tegelijkertijd hoeven wij daarin niet te wanhopen. Want we weten dat wij een werk in uitvoering zijn. Als het goed is, zijn we over 5 jaar weer een stukje verder dan we nu zijn. En als het goed is, bent u nu weer een stukje verder dan u 5 jaar geleden was. Wij hoeven niet te wanhopen. Omdat God ons ook alles heeft gegeven, staat in het woord, om zo'n godvruchtig leven ook te leiden. In het boek Holiness, het boek Heiligheid, van de Anglicaanse bisschop G.C. Ryle, somt Ryle 12 karakteristieken op van een heilig persoon. 12 kenmerken van een heilig persoon. En ik wil die 12 graag met jullie delen. Ik zal ze voorlezen. Mocht je ze interessant vinden, dan mag je me mailen, dan stuur ik ze toe. Maar ik heb ze als volgt vertaald. Het eerste kenmerk. Heiligheid is de gewoonte om hetzelfde als God te denken over elke zaak. Ryle zegt, haten wat God haat en houden van waar God van houdt. De heilige meet alles in deze wereld aan de standaard van Gods woord. Punt 2. Een heilig man of vrouw onderneemt alles om zich van de zonde af te wenden en aan elk gebod te conformeren. Zijn binnenste is geneigd tot het doen van Gods wil. Punt 3. Een heilige zal streven zo te zijn als Christus. Het is zijn doel om anderen te verdragen en te vergeven, onzelfzuchtig te zijn, in liefde te wandelen en in zachtmoedigheid. Punt 4. Een heilige is bereid om veel te verdragen, om niet snel op zijn strepen te gaan staan. Punt 5. Een heilige leeft gematigd en blinkt uit in opofferingsgezindheid. Hij doodt het vlees, hij buigt zijn passie de juiste kant op en weerhoudt zich van natuurlijke lusten. Punt 6. Een heilige zet zijn zinnen op het doen van het goede en broederliefde. Hij behandelt anderen zoals hij zelf behandeld wil worden. Hij weerstaat de leugen, roddel, achterklap, oneerlijkheid, zelfs
in de kleinste dingen. Punt 7. Een heilige strekt zich uit naar een geest van genade en goedheid. Hij of zij is als Dorcas, die vol was van goede werken en liefdadigheid. Punt 8. Een heilige verlangt naar puurheid van het hart. Hij walgt van vuiligheid en weerstaat alles waardoor hij er maar mee in aanraking zou kunnen komen. Punt 9. Een heilige heeft een diepe vrees voor God. Niet zoals een slaaf die heeft voor een harde meester, maar zoals een kind dat heeft die graag zijn vader wil gehoorzamen en van hem houdt. Punt 10. Een heilige neigt naar nederigheid. Hij acht anderen hoger dan zichzelf en hij ziet meer zonde in zijn eigen hart dan in het hart van anderen. Punt 11. Een heilige zoekt naar trouw in alle aspecten van het leven en in zijn relaties. Zijn motieven zijn namelijk hoger dan die van ongelovigen. Hij streeft ernaar om de beste partner te zijn, de beste ouder en de beste werknemer of de beste werkgever. Punt 12. Een heilige is gericht op de dingen van boven. Hij wortelt niet te diep op aarde en verzamelt zijn schatten bij voorkeur in de hemel. Broers en zussen, wanneer de Heilige Geest door Petrus deze dingen schrijft aan de gelovigen toen en nu, dan is het zaak voor ons om ze op waarde te schatten. Zijn we uit onze zak gesprongen en zijn we klaar voor de geestelijke strijd? Zijn we in staat om op een kalme manier de betovering en bedwelming binnen en buiten de kerk te herkennen en op goede oude, nauwe, vertrouwde wegen te blijven wandelen? En werken we samen met God actief aan een heilige en uitzonderlijke levenswandel in de tijd van ons vreemdelingenschap? Broers en zussen, voor mij is er in ieder geval nog veel werk aan de winkel. Als ik zelf deze week of de week daarvoor ook geconfronteerd word met Gods woord en met de uitlegging van deze teksten, dan weet ik, ik ben er wel, maar ik ben er ook nog niet. En dat zou zomaar ook voor jou kunnen gelden. Mag ik met je bidden? Lieve Heid in de hemel, trouwe God. Heer, het is een voorrecht om u te mogen kennen en om ook vandaag weer te mogen kijken in de spiegel van uw woord. Om daarin te kijken wat we bij onszelf tegenkomen, de mooie gelaatstrekken en misschien de minder mooie dingen. Maar daarin ook te mogen proeven dat u zoveel van ons houdt, dat u ons niet wil laten blijven waar we zijn, maar dat u ons mee wil nemen naar een hogere weg, een betere weg, voor ons en voor de mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, dat u heilig bent, perfect, compleet anders dan wij. Bij u is geen zweem van ommekeer. Alles wat u doet, doet u goed. U bent perfect. U bent zo anders dan wij zijn. En tegelijkertijd weten we dat u dichtbij bent gekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hangend aan een kruis, opgestaan uit de graf. En nu levend in ons, door de kracht van de Heilige Geest. Door wie het mogelijk is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen. Ook in ons leven. Dank u wel, Vader, dat wij nooit hoeven te wanhopen. Omdat wij niet als wezen zijn achtergelaten. Maar door de kracht van de Heilige Geest, net zoals de Heer Jezus dat deed als volledig mens, door de kracht van de Heilige Geest ook te mogen denken, te leven, te handelen en te wandelen. En dan beseffen we vaak dat we er nog niet zijn, maar wel dat we onderweg zijn. Dank u wel, Vader, dat wij als ambassadeurs van u, als uitverkoren vreemdelingen, mogen weten dat het beste nog moet komen. En dat er ook in ons leven, zolang we hier nog wandelen, progressie zal zijn. Bij de een is dat duidelijk zichtbaar, bij de ander iets minder duidelijk. En voor onszelf vaak helemaal niet. Maar toch is het zo, Heer, u bent een werk begonnen en u zult het afmaken. Het is uw werk, maar ook ons werk. Want u roept ons op om
om onze roeping, om onze uitverkiezing ook uit te werken met vrees en beven. In deze fase, na de bekering en voor de verheerlijking, werken wij met u samen. En we zullen met u samenwerken, Heer. Vergeef ons, Heer, waar we de plank zo vaak misslaan. En we danken u, Heer, dat er bij u elke dag weer een nieuwe kans is. Uw gunst bewijzen, uw genade bewijzen zijn elke dag weer nieuw. Een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde kans. Om opnieuw te gaan wandelen in uw spoor. Om ons opnieuw toe te vertrouwen en toe te wijden aan u. Dank u wel, Heer, voor die overvloedige genade die u geeft. Ook vandaag, aan het begin van een nieuwe maand. In Jezus' naam. Amen. Amen.